Welkom in het restauratieatelier van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Dit is Christus tussen zingende en musicerende engelen. De zingende engelen zie je op het centrale paneel en de musicerende engelen zie je op de zijpanelen. Er worden verschillende instrumenten gebruikt en wat ik ervan weet is dat de instrumenten zoals ze afgebeeld staan op de schilderijen wel heel natuurgetrouw zijn afgebeeld, maar dat het onmogelijk was om deze combinatie van instrumenten op hetzelfde moment te horen, omdat het een combinatie is van harde en zachte instrumenten. En blijkbaar werd dat niet gedaan. Dit zijn drie enorme grote panelen. Ze waren bedoeld voor het hoogaltaar van de kloosterkerk Santa Maria la Real in Nájera in Spanje. On connaît pas vraiment l'histoire en fait de ces peintures, enfin si ce n'est qu'elles sont restées à Nájera jusqu'à la fin du 19e siècle et à ce moment-là, elles ont été mises sur le marché de l'art en fait, elles ont été vendues. Die zijn in 1895 aangekocht door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. En in 2001 zijn we begonnen aan de restauratie. Het heeft ontzettend lang geduurd, omdat de reiniging enorm complex was. De panelen ook heel groot zijn. En eigenlijk is de restauratie nog maar kort geleden afgerond. Dus al met al hebben we er ruim 16 jaar over gedaan. Hier liggen een paar foto's van het begin van de restauratie en hier zie je bijvoorbeeld heel duidelijk dat op sommige plaatsen die verflaag ontzettend aan het bladderen was en dat we echt iets moesten doen omdat die verflaag anders van het oppervlak gevallen zou zijn. Dus wat wij hebben gedaan is dit soort opstuwingen weer voor zover mogelijk vlak gelegd en teruggelijmd op de drager, zodat dat oppervlak stabiel is en bewaard blijft voor de toekomst. En dit is maar één voorbeeld, maar er waren op alle drie de schilderijen in heel veel zones opstuwingen die echt snel een interventie nodig hadden, omdat ze anders verloren zouden gaan. Toen begonnen we aan de meest ingewikkelde en meest langdurige fase van de restauratie. En dat was de reiniging van het verfoppervlak. En dat heeft echt heel lang geduurd. Maar ze waren dan ook echt ontzettend vuil. Waar de Memlings een uitzondering vormden, was een vuillaag die zich daar nog onder bevond. En dat is een heel specifiek soort vuil, wat ik nog nooit eerder was tegengekomen. We herkenden het ook eigenlijk niet. Dus in het begin van de restauratie noemden we dat de modder. Omdat we het niet... We zagen wel, het is geen vernis. En we zagen wel, het is geen overschildering. Maar wat het wel was, wisten we eigenlijk niet. En toen bleek dat die bruine korst een laag was van vooral anorganische bestanddelen met als hoofdcomponent calciumoxalaat. Het was eigenlijk door de technische documenten, in dit geval infrarood en in dit geval röntgen, dat we wisten dat onder die bruine vlakken iets moest zitten met detail, met vorm, met kleur. Ce qui était très délicat, c'est que la couche était difficile à enlever, mais en plus en dessous, c'était relativement fragile. Donc il fallait sans arrêt vérifier, s'assurer en fait qu'il n'y avait aucun danger pour la couche picturale
originale. Donc c'est pour ça que ça a été très très long et qu'on pouvait faire un centimètre carré en une demi-journée parfois seulement. Donc c'est ce qui explique aussi que ça a duré énormément de temps. Dit is het oxalaat door de microscoop, waar je ziet hoe dik die laag is en hoe we dus door de microscoop beetje bij beetje dat oxalaat van het oppervlak hebben gehaald. In 2012 was die reiniging afgerond en zijn wij samengekomen met de begeleidingscommissie. En toen hebben we hun het resultaat van de reiniging getoond en besproken. En vanaf dat moment gingen we weer opbouwen. Gingen we weer de lacunes vullen en retoucheren. Donc toute cette zone-ci est lacunaire. Et là, bon, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on connaît une autre œuvre de Memling, qui est la chasse de Sainte-Ursule, conservée à Bruges, qu'il a peint à peu près à la même époque. Et donc c'est un médaillon de la chasse où on voit finalement l'ange, le même ange. Donc ça permettait d'avoir une bonne indication justement sur ce qui manquait. Donc on a, grâce à ce document, j'ai essayé un peu de reconstituer la forme qui manquait. Bon, même si c'est pas exactement la même chose, parce qu'il faut savoir que autant ces panneaux sont très grands, la chasse de Sainte-Ursule est petite et surtout les médaillons sont grands comme ça. Donc il faut aussi faire la différence d'échelle. Mais bon, c'est clair que c'est un même modèle qui a servi quand même pour ces deux anges. Langzaam maar zeker zagen we die compositie zich sluiten. En dat was af en toe echt heel bijzonder om weer te zien hoe mooi ze eigenlijk zijn. Als je zo lang aan een restauratie werkt, dan vergeet je eigenlijk hoe erg het was. Je vergeet hoe vuil ze waren. Eigenlijk is het schokkend, maar door de lange periode waren we dat eigenlijk een beetje vergeten. C'est toujours extrêmement plaisant, oui, de vivre ça en direct finalement, de retrouver la qualité des peintures. Bon, c'est vrai que nous on est des heures et des heures sur ces peintures, donc on est vraiment à la première place, au premier plan pour redécouvrir. Redécouvrir les peintures au moment du nettoyage, c'est toujours extrêmement gratifiant, oui, d'assister à ça et de participer. Het mooiste daaraan vind ik de omvang, de monumentaliteit van die drie panelen. En nog steeds kan ik daarvoor staan en onder de indruk zijn van zulke grote schilderijen. Een enorm voorrecht om 16 jaar daar zo dicht bij te mogen zijn en zo goed te leren kennen. Ik kom nooit meer helemaal los van die Memlings natuurlijk.